Gemeente, we zijn vanmorgen samen in de kerk om naar Gods woord te luisteren. En zojuist is u gelezen de 10 geboden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heeft. Dat woord heeft God zelf gezegd op de Sinaï na de uittocht, nu zo'n 35 eeuwen geleden. En het woord dat horen we nog elke keer opnieuw en dat is ook een boodschap voor vandaag. Er is een God in de hemel die over deze wereld regeert en alle dingen bestuurt. En die ook gesproken heeft en wat hij gezegd heeft vast laten leggen in de Bijbel. Opdat we daar ook vandaag nog aan herinnerd zullen worden. In de tweede plaats zijn we hier ook samengekomen om in verband met het Joodse volk voorbeden te doen en daarbij stil te staan. Nu wil ik eerst even duidelijk maken waarom het belangrijk is om daar aandacht aan te geven. Sommigen denken dat we daar aandacht aan geven omdat dat volk op dit moment in een geweldig aangrijpende oorlog verkeert. En dat is zeker waar. Israël moet strijd leveren op 7 fronten. En het is niet eenvoudig om daarin staande te blijven. Vooral ook omdat de westerse wereld hier en daar heel merkwaardig op reageert. Afwijzend zelfs. En dat maakt het heel erg moeilijk voor de Joodse mensen in Israël en ook voor de leiders al daar. Maar nu zijn er nog 49 andere gebieden in de wereld waar ook erg veel oorlog is. Althans volgens de opgave van Artsen zonder Grenzen. In Oekraïne sterven meer mensen dan in dat kleine gebiedje in Israël. Dus dat moeten we ook bedenken. Dat er nog heel veel andere gebieden in de wereld zijn waar kinderen sterven door oorlogsgeweld, door honger en door weet ik wat allemaal meer. Dus niet de diepste reden waarom we aandacht besteden aan het volk Israël. Het is ook niet zo dat we zeggen dat is wat ze vandaag allemaal doen, dat is wel heel bijzonder of zo. En dat dat volk ten opzichte van allerlei andere volkeren allerlei bijzondere dingen zou doen en waar we dan erg verwonderd over zijn en die ons dan tot vervoering kunnen brengen en dat we een beetje wegraken van de realiteit en ook van wat de Bijbel ons zegt. Dus het is ook niet de huidige realiteit die ons in de eerste plaats in de kerk stil doet staan bij Israël. Zo zou ik nog een tijdje door kunnen gaan van allerlei dingen waarom we nou niet direct in de eerste plaats stil moeten staan bij Israël. Bovendien, we moeten ook onszelf, onze eigen ziel niet vergeten. Maar het gaat bij Israël om de Bijbel. En wat zegt de Heere nu in de Bijbel over het Joodse volk? Er zijn 2 redenen waarom we in de kerk aandacht geven aan Israël. In de eerste plaats is dat een historische reden. Vanaf Abraham, dat is nou ongeveer 4000 jaar geleden, heeft God dat volk willen gebruiken. Heeft hij beloften ook gedaan dat uit dat volk de Messias is voortgekomen. En dat is wel belangrijk. Maria is een Jodin geweest. De eerste predikers van het evangelie waren Joodse mensen. En in die boodschap gaat dus in vervulling wat God al 4000 jaar geleden tegen Abraham zei. U zult tot een zegen zijn van heel de wereld. Dat staat in Genesis 12, vers 2. Dat is ook gebeurd door de geboorte van de Heer Jezus en door de eerste predikers van het evangelie. Dat is de eerste reden om aandacht te besteden. Dat is een historische reden, een heilshistorische reden. Zo was Gods weg en zo is Gods weg door de geschiedenis. En in de tweede plaats, en dat is nog belangrijker, staan in de Bijbel beloften. Dat is de enige reden waarom wij hier zitten. God heeft dingen beloofd. Als God iets belooft, dan gaat het ook gebeuren. En God dingen belooft rondom het heil van zondaren. Bijvoorbeeld, iedereen die in de gekruisigde Christus gelooft, dat staat in de Bijbel, die ontvangt vergeving der zonden en het eeuwige leven. Dat belooft God. Dat noemen we de belofte van het evangelie. Ik heb het een tijdje geleden aan u uitgelegd in verband met zondag 25. Hè? De belofte van het evangelie.
iedereen die in de gekruisigde Christus loopt, ontvangt vergeving en een recht op het eeuwige leven. Iedereen die het niet gelooft, heeft dat dus niet. Dat zijn beloften die God doet in Christus, de verloren zondaar. En nu staan er daarnaast ook beloften in de Bijbel, net al een beetje gehoord, voor dat volk Israël. Dus één volk op de wereld waarvoor nog beloften zijn. Beloften die, voor zover we dat kunnen zien, nog vervuld moeten worden. Dat geeft toch wel bijzondere aandacht. Dat volk Israël, dat is dus een teken ook, ja, van Gods bemoeienis met deze wereld. Er was ooit eens een koning die in een wat arrogante en hoogmoedige bui tegen zijn raadsheren zei: vertel eens, geef eens een argument dat God bestaat. De koning was kennelijk zelf daar een beetje over aan het twijfelen. En toen zei iemand: het volk Israël. Hoe vaak is al niet geprobeerd om dat volk te vermoorden? Farao geprobeerd. Het gelukte hem ook wel bijna. Dat heeft Haman geprobeerd. Die had een heel slim plan daarvoor opgebouwd. Maar God heeft het verijdeld. Dat heeft Hitler geprobeerd in de vorige eeuw. En er kwam een heel eind in Europa. Beetje het meer dan de helft van het Jodendom uitgeroeid. En van de 10 miljoen Joden heeft hij de 6 miljoen te pakken gekregen en vermoord. Het is niet gelukt. Nog maar niet. Ja. Omdat er nog iets in de Bijbel staat. Joodse volk en daarmee ook voor vandaag, voor u en voor mij. Dat God zijn belofte gestand doet. Daar gaan we nu ook vanmorgen bij stilstaan. Dus de diepste reden waarom wij aandacht geven is, dat is Gods belofte. Zodat we dat altijd onthouden. En ik hoop niet dat u me dat kwalijk neemt, maar als ik die klaagmuziek zie met die biddende Joden, met hun hoeden op en zo, dan raakt mij dat. De ene kant omdat God getrouw is en dat volk weer terugbrengt in Kanaan, toch doet me dat uitermate veel pijn. Want apostel Paulus zegt in 2 Korinthe 3... Ik zal u dat even letterlijk voorlezen, het 14e en het 15e, 15e en het 16e vers. Dat tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Dus niet op hun gezicht, dat was bij Mozes het Oude Testament, maar op hun hart. Er ligt een deksel op hun hart. Maar doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, dan wordt het deksel weggenomen. En dus als je dan die plaatjes ziet, mannen, ik ben er ook eens geweest, doet dat ook veel verdriet. Een deksel op hun hart. Ze hebben de Heere Jezus niet lief. Dat is het ergste. Ze hebben de Heere Jezus lief. Ja, de Heere Jezus lief. Heb je nodig gekregen in uw leven. Want daar gaat het tenslotte wel om, hè? In het licht van die grote eeuwigheid. Dan gaan we vanmorgen eens stilstaan wat de Heere nu, aangaande dat volk en aangaande ons heil en ons zaligheid in de Bijbel heeft beloofd. Ik neem u mee naar Romeinen 11. Ik lees u uit dat hoofdstuk de bekende versen 25 en 26. Daar schrijft apostel Paulus het volgende: want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob.
Gemeente, dit gaat over de toekomst van het Joodse volk. En dan letten we in de eerste plaats in vers 25 op een aangrijpende verharding. We letten in de tweede plaats op een gefundeerde belofte. En we letten in de derde plaats op een heerlijke lof. Dus we zien in de eerste plaats in vers 25 een aangrijpende verharding. Paulus schrijft het letterlijk. Dat de verharding voor Israël gekomen is. Een deel. Tweede plaats een opmerkelijke gegronde belofte. Al zo zal geheel Israël zalig worden, omdat er in het Oude Testament, in Jesaja 59 geschreven stond, de verlosser zal het Sion komen, zal de goddeloosheid afwenden van Jacob. Ten slotte eindigt de apostel, als hij dan wat verder schrijft, in een diepe lof, zien we 33, o diepte des rijkdoms, beide de wijsheid en de kennis God, zo onderzoekelijk zijn zijn oordelen, onnaspeurlijk zijn wegen. Gemeente, de tekst brengt ons bij de brief aan de Romeinen. Belangrijke brief. En u zou er op zijn minst goed aan doen om die brief één keer, maar liever meerdere keren per jaar, rustig door te lezen. Deze brief wordt door de Statenvertalers genoemd een sleutel tot het verstaan van de hele Heilige Schrift. Je weet wel, een huis, is een deur in. En als je dat huis binnen wilt treden, dan moet je door die deur, en er zit meestal een slot op, en dan moet je een sleutel hebben om die deur open te krijgen. En zo noemt de Bijbel, Paulus, om de Statenvertalers waren de Bijbel een huis, een deur in, en om die deur open te krijgen, heb je de Romeinenbrief nodig. Want anders dan zult u de schriften niet goed verstaan. Een sleutel tot het verstaan van de hele Heilige Schrift. Sommigen hebben daar wat moeite mee met het uitgangspunt, maar in onze belijdenis wordt dit uitgangspunt wel gehanteerd. Wij lezen de Bijbel in het licht van het Nieuwe Testament en vooral wat ons is geopenbaard in de brieven van de apostel Paulus. Kijkt u maar in de Dordtse leerregels, daar ziet u dat ook terug, dat voortdurend geciteerd wordt uit de brieven van de apostel Paulus. Daar komt de Gods openbaring, die begonnen is onmiddellijk na de zondeval, tot zijn hoogtepunt in het Nieuwe Testament en in de brieven van de apostel Paulus. Waar wordt geschreven over de betekenis van het heilswerk van Christus. Het begin van die Romeinenbrief gaat over rechtvaardig voor God. Dat schrijft Paulus ook in het begin van deze brief, Romeinen 1, vers 16 en 17. Hij zegt, ik schaam mij niet voor het evangelie. Weer een gedachte om over na te denken. Waarom zou je je nou schamen voor het evangelie? Nou ja, maar daar had Paulus wel last van. Want welke boodschap bracht hij nou eigenlijk? Nou, hij bracht de boodschap aan Romeinen en aan Grieken en aan mensen uit Noord-Afrika dat er heil en redding was. En toen zei hij, nou, dat vinden we interessant, vertel eens. Toen zei hij, nou, er is in Judea, in de tijd van Pilatus, iemand gestorven, die heette Jezus. En die is ook weer opgestaan. En dat is de enige die ons heil kan brengen. Nou, toen hebben ze op de Areopagus, daar waren de Grieken, toen hebben ze gedacht, nou, die man is niet goed bij zijn hoofd. Want die zich laat kruisigen en daarna weer opstaat. Wat nou het heil van de wereld? Ze zeiden daarom ook wat tot deze praatjesmaker. Man die kletst uit zijn nek, zouden we zeggen. Ja. Dan schrijft Paul, ik schaam mij er helemaal niet voor. Dat is een klapper, praatjesmaker. Want dat evangelie is de kracht Gods tot zaligheid. En ieder die gelooft, de dynamiet van de zaligheid. En toen heeft Paulus die boodschap gebracht door goed gerucht en kwaad gerucht, door eer en oneer. Steeds opnieuw geprojedeerd. Jezus Christus en dien gekruist, de enige redder in deze wereld. Ook alweer zoiets. Moet u nou redden? Wie moet u nou verlossen? Nou, dan beginnen we vaak bij onszelf. Met onze problemen, met onze
Nou ja, leggen de dood maar na. Wie moet u nou verlossen van de dood? Ja, je hebt dokters die kanker hebben, de dokter hartziekte en zo. Dokter, ja. Kunnen u niet van na dood af helpen? Maar één hoe die dat kan, en dat is de zaligmaker die dood geweest en die leeft. En waarom is de Heer Jezus nu de enige redder? Nou, hij heeft de schuld die wij bij God hebben betaald. En hij heeft de dood overwonnen. Iedereen die nu door het geloof met deze zaligmaker verenigd wordt, die deelt ook in zijn goederen, in wat hij heeft verworven. En iedereen die het ongeloof hem afwijst, die deelt daarin niet, of die nou een Jood is of een heiden. Dat is de kern van het evangelie. Dat heeft Paulus allemaal uitgelegd in de eerste 8 hoofdstukken van de Romeinenbrief, met alles wat er mee samenhangt. En dan komt hij bij Romeinen 9, 10 en 11. Paulus heeft gepreekt. In Antiochië, dat lag toen in Syrië, tegenwoordig in Turkije, Antakia heet dat tegenwoordig. En heeft hij de eerste zendingsreis ondernomen, de tweede zendingsreis, de derde zendingsreis. En op die zendingsreizen was Paulus gewoond om eerst naar de synagoge te gaan, de Joodse kerk. En daar het evangelie uit te doen, het evangelie van de gekruisigde en opgestane Christus. Dat nu de vervulling van heel het Oude Testament wordt, de kruisdood en de opstanding van Christus. En dat de enige heil is, dat wie in hem gelooft behouden en wie niet gelooft, die gaat verloren. Sommigen in de synagoge namen het aan en velen verwierpen dat. Dat was voor Paulus een ondoorgrondelijk raadsel. Hoe kan dat nou? Dat volk van Abraham, die nakomelingen van Abraham, de besnedenen, daar waar God al eeuwenlang die heilsbelofte heeft gegeven. En dat herhaald door middel van de profeten, Jesaja, Jeremia, de tempeldienst en zo. En dan komt de Heer Jezus en ze nemen hem niet aan. Hoe komt dat nou? Dat is de ervaring van de apostel Paulus. Hè? Dat is de ervaring vandaag nog. Ik las in uw kerkbode dat pas geleden heeft dominee IJsselstein hier een mooie preek gehouden over God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En wat heeft dat bij u uitgewerkt? Bij jou? Heb u dat meegenomen of was u het alweer vergeten? De Heer Jezus rondliep in de kerk. U aankeek. Hij zei, hey Wim, zus luisteren. Of Piet, of Wilma. God was in Christus. Nou, wij zijn gezanten van Christus wegen. Weet u wat het staat, toch? 2 Korinthe 5, vers 18, 19, 20 en 21. Vind ik dat persoonlijk een heel mooi ingrijpend gedeelte in de schrift. Het is ook voor u van belang. Nou, Paulus die preekte, hij kwam in die synagoog, hij vertelde aan de Joden van de Jezus dat het de zaligmaker is, gedood, weer opgestaan uit de dood en is nu aan de rechterhand Gods. En de Joden die zitten hem aan te kijken en denken, ja Paulus, dat zeg je allemaal wel, maar we geloven er niks van. En er komt alleen maar ruzie en tweedracht. Dat heeft de apostel dus meegemaakt op zijn zendingsreizen. De eerste reis, in Turkije was dat, de tweede reis was in Griekenland, de derde reis, wederom in Griekenland, in Turkije, in Efeze. Iedere keer weer opnieuw dat verzet van de Joden. En dan gaat hij daar in hoofdstuk 9, 10 en 11. Hoe komt dat? Nou, hoofdstuk 9 zegt hij. Ja, dat ligt niet aan mijn preken, maar dat heeft te maken met Gods verkiezing. Dan gaat hij behandelen over de uitverkiezing. Jacob lief gaat, Esau gehaat. God die bestuurt alles. En daar vindt Paulus rust in. Hè? Rust in Gods welbehagen. Tweede plaats. Hoofdstuk 10 gaat het hebben over de prediking. Want u denkt er misschien verkiezing. En dan, ja, dan krijgen we al gauw het idee dat de deur der genade een kiertje staat. Dat er maar heel weinig mensen zalig worden. En dat God... Nee, Paulus, want in hoofdstuk 10 had hij over de prediking. En dan eindigt hij hoofdstuk 10, kijk maar. Maar tegen Israël, dus tegen het Joodse volk, zegt hij. De hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Dus hoofdstuk 9 is geen enkele belemmering op de prediking. Want de Heer houdt de hele dag zijn handen open.
En dan gaat hoofdstuk 11 over het Joodse volk. Als je dus Israël leest in hoofdstuk 11, dan moet je denken aan het Joodse volk. Het Joodse volk. Het Joodse volk vanaf de Pinksterdag, zal ik maar zeggen, tot op de dag van vandaag. Israël, het Joodse volk. Dat voor het overgrote deel nu woont in Israël, van anderen in Amerika en verder nog wat verspreid over de hele wereld. Alles bij elkaar zo'n 20 miljoen mensen. En daar wordt er niets over gezegd. En dan bouwt Paulus dat hoofdstuk 11 op. En dan staat het uit drie delen. Eerst vers 1 tot en met 10. Het van Paulus, ongeveer het jaar 60 na Christus. 58 waarschijnlijk, die brief geschreven. En dan zegt hij, ondanks al die ter is er toch een overblijfsel. Kijk maar in vers 5. Als u ze dan ook in de tegenwoordige tijd, nu het jaar 58 na Christus, een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. Hoewel de meerderheid van de Joden die Jezus verwerkt, blijft er toch een overblijfsel. En dan noemt Paulus zichzelf. Handelingen 9 kwam hij tot bekering. Ja, wat heeft Paulus, die bekering van Paulus, wat was dat eigenlijk voor een bekering? Wat was nou dat wonderlijke voor Paulus? Nou, hij dacht dat Jezus van Nazareth een verleider was. Iemand die gedood of moest worden geëxecuteerd. En daar op de weg naar Damascus kwam Jezus. Was geen, hij is de Messias. Door een schok bij Paulus. In één keer gaan zijn ogen open. Jezus van, is de Messias. En die wil ik vermoorden. Begrijp gelijk ook dat die drie dagen die had enorme schuld. Dat ze verzet tegen de Messias. Nu is de Heer teruggekomen. Met Ananias, en werd zijn oog open, werd hij gedoopt. Zonder afgewassen, is hij prediker geworden van het evangelie. Paulus was een overblijfsel. En Petrus en Johannes. En ook in die vroegchristelijke gemeente, die 3000 op de Pinksterdag, waren Joden en Joden genoemd. Dat waren voor het overgrote deel Joden. 3000 op de Pinksterdag. Joodse mensen. En zo is het een overblijfsel. En vervolgens het tweede deel van Romeinen 11. Daar gaat Paulus tegen de heidenen iets zeggen. Dat tweede gedeelte, dat loopt van vers 11 tot en met vers 24. Want Paulus heeft met heel veel zegen gewerkt onder de heidenen. Hij ging naar Jood en heidenen. Hè? Romeinen 1 vers 16 en 17 stond eerst de Jood en ook de Griek. De heiden. En onder heiden heeft heel veel zegen in Efeze en in Korinthe. Overal ontstonden daar in dat grote Romeinse rijk kleine gemeenten waar het licht ging branden. Niet dat het onmiddellijk duizenden waren en zo, nee. In Efeze zal ik maar zeggen een stuk of 100 en in Korinthe misschien hier en daar in die grote stad 10 of 20 bij elkaar. Heel klein begonnen en overal begonnen kleine lichtjes te branden. Net is hier de zaal helemaal donker, maar pikdonker en dan zet je er en der wat vaccinelichtjes in. Die laat je steekje aan. Dat zie je dan enorm. Het geeft een enorm effect. Dat ziet Paulus. Dus in dat grote Romeinse Rijk met zijn 100 miljoen inwoners waarschijnlijk. En in die grote stad Rome met zijn 1 miljoen inwoners. En die andere steden die groot waren. Daar ontsteekt God 10, 20, 25 mensen. Die gaan branden. De branden in de duisternis. En een vrouw heidense mens. Al diep verwonderd over. Daar is hij verwonderd over. En dan zegt hij tegen die heiden, maar nou moet u niet gaan neerkijken op de Joodse mensen. Daar moet u voor oppassen. Zegt hij dat ook in bijvoorbeeld vers 19 en 20, dan waarschuwt hij. Dan zegt hij, gij zult dat tegen hem zeggen, de takken, dus de Joodse mensen zijn afgebroken, opdat ik zou ingeworden worden, dat ik een gelovige zou worden. Nou, dat klopt, zegt Paulus. Kijk maar in vers 20. Het is wel, dat is ook zo. Zij zijn door ongeloof afgebroken. En gij staat door het geloof in de Heer Jezus. Wees dan niet hooggevoelig, wees niet hoogmoedig. Maar wordt vervuld met ontzag en verwondering. Maar vrees. Niet bang zijn, maar ontzag. Dat God nou naar jullie heeft omgezien. En dan vervolgens, en dat is het derde deel in Romeinen 11. Eerst, er is nog een overblijfsel. Tweede plaats, een waarschuwing naar de bekeerde heidenen. En tenslotte eindigt hij dan nog met een verborgenheid.
Dat begint dan in vers 25. Want ik wil niet, broeders, heidense gelovigen, Joodse gelovigen, ik wil niet, gemeente van Rome, dat jullie iets onbekend is. Verborgen. Iets wat nu nog in Gods raad ligt en wat God in zijn grote plan heeft voorgenomen, dat ga ik jullie nu vertellen. Want als u dat woord verborgenheid leest in de schrift, dan moet u niet denken aan geheimzinnigheid. Van ja, het voelt heel geheimzinnig. Nee, dan moet u denken aan iets wat in Gods raad is besloten. En wat dan vanaf nu bekend wordt en wat dan ook in vervulling gaat. Een raadsbesluit Gods. Van eeuwigheid genomen. En dat grote raad, dat mysterie moet niet onbekend zijn. Maar dat gaat Paulus nu bekend maken. Dat mag hij dus als een instrument, als een gezant van Christus openbaren. Wat is dan de inhoud van dat raadsbesluit van God? En dan komt bij ons eerste punt. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Ja, dat is een heel aangrijpend punt. Nou, niet dat we dat zo lezen dat dat fijn voelt, zal ik maar zeggen. Nee, integendeel, Paulus heeft dat meegemaakt. In Antiochië, in Thessalonica, in Korinthe, op al zijn zendingsreizen. En tenslotte ook in Rome, sommigen zijn het met eens en anderen gaan huizen maken ruzie. Iedere keer weer die verharding. Dat die boodschap van het evangelie, die boodschap van de Heer Jezus, want dat is het evangelie, de persoon van de Heer Jezus, die gestorven is voor de zonde, opgestaan tot onze rechtvaardig, maar dat de boodschap van die persoon, ja, die werd niet aanvaard. Die stuitte af op de hardheid van het hart. Verharding. Verharding voor een deel over Israël, over het Joodse volk gekomen is. Gemeente, dat moet ons tot bezinning brengen. Ook vandaag. Niet alleen voor Joodse mensen. Dus ontmoeten. Ik ontmoet regelmatig Joodse mensen in Amersfoort, ook bijvoorbeeld opperrabijn Jacobs. Daar praat ik wel eens mee. Ja. De verharding. Maar die kan ook in uw leven toeslaan hoor. Maar vanmiddag stilstaan bij de doop. En bij de voorrechten die de Heer ons schenkt. Maar natuurlijk gemeente, dan zijn we gezondere mensen. Als God er niet tegen had, dan verharden we ons er ook nog onder. Verharding betekent dat God rustig kunnen laten praten. En zeggen, wijk maar van ons, want aan de kennis uw wegen heb ik geen lust. Dat was een praktijk die Paulus tegenkwam. Een praktijk die Petrus tegenkomt. Dat is iets wat je bij jezelf waarneemt. Waaraan de Heilige Geest ons ontdekt. Verharding voor een deel over Israël gekomen. Daar heeft Paulus verdriet van gehad. Hij zei niet, nou ja, die mensen, dat is allemaal niks. Nee, dat zei hij niet. Integendeel, zo begint hij ook Romeinen 9. Vers 1, ik zeg de waarheid in Christus, en ik lieg niet, dat het mij een grote droefheid is. Hij had een gedurige smart. En mensen zien wandelen. Los van Christus, richting hun eeuwig verderf. Het moet ons een grote droefheid en een egeturige smart zijn. Dat de verharding voor een deel over is. Paulus zei, ik wenste dat iedereen was als ik was. Uitgenomen deze banden. U dat ook wat bij uzelf waargenomen. Dat er leeft op de bodem van uw hart. God wel goed is, maar nu even niet. Dat is een mens, dat is een gevallen mens. Of je nou een Jood of een heiden is. En wij,
En zelfs als we bekeerd zijn, als het geloof niet functioneert, gemeente, dan kan God zeggen wat hij wil, maar het komt gewoon niet binnen. David zonder met Batsheba is die levensgevaarlijk. Heel wat nodig om hem weer op zijn plek te brengen. Verharding. Wat moeten we toch, ja, ook als gemeente waakzaam zijn dat het ook niet over ons heen komt, over mij. Hoe moet dat dan? Nou, veel de Bijbel lezen, knieën. En als een kerk is, naar de kerk komen. En goed luisteren. En de middelen die God geeft om die verharding te, ja, te bestrijden, te voorkomen. Dat is mijn eerste punt. Dan ga ik naar mijn tweede punt. En dat is een gegronde belofte. Want er staat totdat in vers 25 en er staat in vers 26. En de geheel Israël zal zalig worden enzovoort. Maar eerst gaan we zingen. En doen we op Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Hoopt op de Heer, gij vromen. Het is al in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Ondertussen wordt het dus gecollecteerd voor het deputaatschap Israël. Punt 2, een gegronde belofte. We hebben net gehoord van die verhardingen. Dan staat Paulus in vers 5, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Betekent dat die verharding een grens heeft. En dat er periodes zijn en dat er een periode is dat die verharding toeneemt en dat die zichtbaar en merkbaar is. Maar dat er een tijdstip, een moment zal komen dat die verharding wordt weggenomen. Zoals we ook net hebben gehoord, uit 2 Korinthe 3, dat het deksel van hun hart wordt weggenomen. Dat gebeurt in die persoonlijk, als Joodse mensen tot bekering komen. Denk maar aan Da Costa en Cappadoce, dat zijn mensen uit onze geschiedenis. En vandaag zijn ze er nog, Messias beleidende Joden. En er niet zoveel in Israël relatief, maar ze zijn er wel. Dan wordt het deksel weggenomen, het deksel van hun hart. En dat zei Paulus, totdat de volheid der heid, totdat. En als dat hele getal van de heiden, het uitverkoren getal wordt ermee bedoeld, wordt verzameld, dan komt er ook een tijdstip dat God zich weer zal wenden tot Israël. Want zijn beloften zijn onberouwelijk. Wat hij aan Abraham beloofde, dat blijft staan. Dat geldt de nakomelingen van Abraham. En dan zegt Paulus, en dan komt hij bij de verborgenheid. En in die weg, en alzo, dat betekent, en in die weg, evangelie gaat van Israël en van Jezus naar de heidenen. Daar worden de uitverkorenen verzameld. En in die weg zal ook de Heer Jezus wederkomen. Nee, zal geheel Israël zalig worden. Zal er ook nog wat gebeuren, zegt Paulus, met het Joodse volk. Dus hoewel hij dat hoofdstuk is begonnen met een overblijfsel, terwijl hij waarschuwt dat de takken worden afgehouden, zegt hij aan het eind van het hoofdstuk wel, in die weg van de verzameling van de heiden tot de gemeente God zal er ook uit Israël, zal zelfs geheel Israël, dus een heleboel Israëlieten zullen zalig worden. Zal God zich dus nog een keer laten zien en laten tonen zijn almachtige kracht van genade in het Joodse volk. Dan gaat het eerst over dat woord zalig worden. Dat betekent gered, behouden worden. Redding, verlossing. En of je Jood bent of hij, dat hebben u nodig, gemeente. En dat is ook de boodschap van het evangelie. Ik heb dat de vorige keer al gezegd, hoe ik allemaal niet herhalen. Het evangelie is in de kern heel eenvoudig, maar de acceptatie is voor u en voor mij onmogelijk. Daarom hebben we Gods geest nodig. Het evangelie betekent dat God hele slechte mensen opraapt. Nou, ik ben niet slecht en ik wil ook niet opgeraapt worden. En de Heilige Geest die overtuigt de mensen van die wel slecht is en opgeraapt moet worden. Want anders gaat het mis. Dat is het evangelie. Dat is het evangelie van zalig, of van gered worden. En redding betekent dat we, ja, voor God kunnen bestaan. Dat is de rechtvaardiging voor God. Dat ik recht sta voor God. En dan zegt Paulus in de tweede plaats, geheel Israël. Het geheel, er is een heleboel, zijn boekenkasten vol over geschreven. We houden het gewoon bij de Statenvertaling, met een kanttekening erbij. En die zeggen, een grote menigte als bijna het hele volk.
dat is de gedachte van de staat van de Romeinenbrief, dat er nog een, wellicht een volksbekering zal komen van het volk Israël. Joodse mensen die in Israël wonen of in Amerika. Dat er onder nog een hele, ja, voor de toekomst, ook een teken van de eindtijd, dat daar een grote herleving zal plaatsvinden. Dat ze dus zullen inzien dat, ja, dat Jodendom met zijn wetten en zijn regels en met de Talmud en zo, dat niet de juiste weg is. Maar dat er één weg is, dat is de Jezus, dat inderdaad de ware zalig maakt. Dat is wat Paulus dat ontdekt op de weg naar Damascus. En dat het deksel van hun hart wordt weggenomen. Dat zullen er dan heel veel zijn. Dat is op de Pinksterdag. 3000. Dat toch een heerlijk wonder zijn, hè? Bij de klaagmuur staat, hè? Scheuren ze niet meer hun kleren, maar hun hart. Heer Jezus daarin Israël heerschappij krijgt. Dat is ook het wonder van de eerste Messias beleid, de gemeente, dat daar Joodse mensen die gaan de Heer Jezus als hun zaligmaker beleid. Worden gedoopt in de naam van de drie enige God. De heel Israël. Tellen als in Israël ingeleid. Wij zijn maar medeburgers, we horen er maar bij. Maar dan komt die oude stam weer tot bloei. Toekomen. Dat is dus een, ja, een teken van eind, een teken ook van hoop. En als een Joods mens bekeerd wordt, dan is dat vervulling hier van de Bijbelse boodschap. Daarom hebben we ook werk in Israël. En daarom is daar ook familie Dekker, Maarten, Marita zijn daar werkzaam op dat onder die Joodse mensen het evangelie gehoord zou worden. En ze de persoon van de middelen aannemen, want daar gaat het om. Dat is de verwachting voor het volk van Israël. Verwachting trouwens voor mensen die in Bodegraven, wie u ook bent. Heel Israël, Jood en Heiden. Grote heilstijd, sommige van onze oudvaders hebben er ook over geschreven. Boston bijvoorbeeld over gepreekt, Van de Groe heeft erover gepreekt. En er was in hun hart toch een diep verlangen dat ze dat mochten meemaken. McChain is zelfs naar Israël gegaan om daar zending te bedrijven. Die McChain, dat is die man van het lied, weet u wel. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld, ik gevoelde geen smart en zo. Is zelfs heen geweest. Heel de preek, geheel Israël. En dat mag ons, het enige reden waarom ons dat met hoop kan vervullen. Waarom we ons betrokken weten op dat volk van Israël. Er staan dingen in de Bijbel. En wat God gezegd heeft, gaat gebeuren. En dan gegrond, Paulus zegt er nog wat bij, want dat heb je natuurlijk wel meer, dat ze tegen Paulus zeggen, ja man, je woorden klinken wel indrukwekkend en je brieven en zo. En je zegt, maar waar, hoe weet je dat nou? Verborgen in Gods raad en zo, maar nou, zegt Paulus, dat zal ik u even vertellen, dat staat in de profetie van Jesaja. Er voegt er dus ook een fundering bij, hè? Een Bijbelse fundering. Dat staat in Jesaja 59 vers 20 en dan zegt hij hier in de tekst, u kunt dat lezen, de verlosser zal het zien en hij zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Hè? Jacob en zijn nakomeling, Jacob is de stamvader van Israël. En die zal de goddeloosheden afwenden. Daar komt dus nog. Dus Paulus zegt, dat is in Gods raad besloten. Dat is in de Bijbel ons geopenbaard. Paulus zegt, lees uw Bijbels. Daar kunt u het gewoon vinden. Ja, dat is ook de grondslag voor ons leven in de Bijbel. En zo mocht Paulus dus preken over die bekering van Israël. Dat zal dus gebeuren. Wat God gezegd heeft, gaat ook zeker gebeuren. En dan kunnen we ons daar natuurlijk in verdiepen. En dat mag. Heel Israël. Maar het is wel geschreven aan de heidense Romeinen. Hè? Paulus heeft over de broeders. Kijk maar. Broeders, ik zeg u een verborgenheid. We mogen met al onze ijver over het Joodse volk, en dat is goed, nooit onszelf vergeten.
Het is een egoïsme en dat is verkeerd. Dat is materieel egoïsme, noem maar op. Maar heilsegoïsme is heel goed. Een hele goede zaak, want dat is dat evangelie in mijn leven kracht doet. Worden we allemaal een kleine Paulus. Ja, dan preken we terstond Christus. En zou het iedereen wel willen vertellen. Wat er nu in die heiland te vinden is. En hoe groot het is dat we de Heere mogen dienen. Want genade maakt altijd gunnend en mededeelzaam. Dat hoort erbij. Dat u zelf nog niet over. Geheel Israël. Ook voor u belangrijk. Ook voor jou, als je jong bent en oud bent. Maar tenslotte gaat Paulus nog iets doen. En dat is het eind zo'n beetje van het hoofdstuk. Hij vertelt nog een paar dingen erbij. Over de belofte Gods en over vijanden aangaande het evangelie. Maar beminden om de vaderen wil. Hij heeft over de heilsgeschiedenis. En Gods weg door deze wereld. God de eerste waaruit geschapen heeft. Aan de zondvloed. Noach, de volkeren. Abraham, het volk Israël. De andere volkeren. Zien we dan verder in de geschiedenis van de wereld. De grote Egypte, Babel, Perzië, Romeinen. En dan het Israëlse volk. En de Jezus die geboren is. Gekomen, het evangelie wat gepreekt wordt. En hoe God nou zijn weg gaat door de geschiedenis. En hoe hij zondaren bekeert uit Jood en Heiden. Nou, dat zegt Paulus, zegt hij niet van, nou, dat heb ik eens keurig op een rij en dan jaartallen erbij en zo. Nou, mooi, dat leer ik dan uit mijn hoofd. Nee. Paulus ook eindigt. Wat een mooi einde, hè. 33 begint dat. We kunnen wel de dingen zeggen, hè, dan zeggen we. En dan praten we zo een beetje en dan vertellen we zo dingen tegen elkaar. Een hoop dingen die we tegen elkaar vertellen zijn we een kwartier later allemaal alweer vergeten natuurlijk. Want ja, je hoort zoveel. Paulus gaat het slot van dit ook gaat hij zingen. Dan komt er een zekere vervoering. Nu ziet die apostel al zitten. Die schrijft. Even houdt hij op, even houdt hij ook op dat zijn... Hij dicteerde die brief aan Tertius. En dan begint hij. Oh, diepte des rijkdoms. Dan begint hij God lof te zingen. Zoals hij dat ook deed in de gevangenis van Filippi. Toen hij daar in de stok zat met Silas. Dat ook hier weer in Romeinen 11. En dat God nou zomaar door de geschiedenis heen die gemeente vergaat uit Jood en hij mensen tot bekering komt, dat evangelie kracht doet, dat de Heer Jezus gekomen en dat hij een volk zal vergaan, dat er eenmaal komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dat de hemel neerdaalt. Heel de geschiedenis tenslotte uitloopt de eer en de glorie Gods. Ja, dan begint Paulus te zingen. Gaat hij ook eindigen. Uit hem. Uit God de Vader. Door hem, door God de Zoon, tot hem, door God de Heilige Geest, zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, in der eeuwigheid, hem zij de grootheid in der eeuwigheid. Amen. En gemeente, kunt mee doen. Amen. Zingen tenslotte gemeente, Psalm 131 en daarvan het vierde vers. Dat is al op de Heer vertrouwen, zijn hoop op Gods ontferming bouwen, stil berust in zijn beleid. Van nu tot in al eeuwigheid.